Hey. Hallo allemaal. Hallo Luitjes. Welkom bij deze nieuwe vlog weer. Ja, de Travelers, Erwin en Greetje. Ja. Allereerst, alle nieuwe abonnees, hartelijk welkom. Wij zeggen, welkom en blijf ook bij ons. Want de ene film is leuker dan de andere. Maar voor ons is het leuk om wat extra abonnees erbij te hebben. En dat betekent voor jullie dus dat je even op abonneren op het belletje moet drukken. Maar het kost verder niks. Het kost niks. En voor ons is het leuk. Ja. Alvast bedankt. Daarnaast wil ik even mevrouw De Maar, onze trouwe volger, die is jarig of is jarig geweest, wil ik even feliciteren met haar verjaardag. Hartelijk gefeliciteerd. Gefeliciteerd mevrouw De Maar. Wat hebben we in deze film? Laatste week op Amassau de Pera, waar wij een hele gezellige tijd hebben gehad. Mooi weer, leuke mensen om ons heen. En daarna zijn we verder gereisd. Naar Odelijten. Odelijten. Ja, Odelijten. Dat nooit van gehoord, maar goed, wij waren er weer. En vanaf die dag gaan we dus elke dag een stukje reizen. En komen dus elke dag op een andere camperplaats. En nou, dat zullen jullie dan ook allemaal wel zien, waar we dan terechtkomen. Zo langzamerhand zakken we af. En waar we nu zijn, bijvoorbeeld. Ja, we zijn nu bij een... Wel. Ja. Maar heel veel plezier met deze vlog. Ik zou zeggen, ga maar lekker kijken. Veel plezier. Doei. En wat een serene rust op de camperplaats. He? Of niet, Grij? Ja. Ja, dan komen we aan de andere kant van de camperplaats weer terug op de camperplaats. Ja. Een mooie wandeling gemaakt door het dorp. Het is bijna 4 uur, dus de zon die zakt al een beetje. Nou, als je met de camper aankomt, dan kom je daar vandaan. Erwin ziet weer een hond, hij is er helemaal blij. Kijk, daar staan wij dus. En ons uitzicht is daarheen. En dat zie je hier niet goed, maar je ziet de zee. Nou, Greetje heeft even weer de was gedaan. Gaat hem hier ophangen. Dan is de grote dingen. Oké. Okay. Het is een drukte van belang hier op de camping. Kijk, een mooie jurk in weer gewassen. Nou, dan lopen we hier over de markt. Allemaal haakspul. Onderdelen. Stoeltjes. Fietsjes te kopen. Alles is te koop hier. Ja, ook de fiets hoor. Ja, dat zag ik. Wij zijn onderweg op de fiets naar Albufeira. Het is een alternatieve route, dus wij hopen dat we er komen. Hier, yeah, de Atlantic Coast Route staat erop. Ja. Heel goed, dus dat gaan we doen. Nou, we staan hier weer voor het eerste obstakel alweer. Maar het schijnt dat wij op die houten, op dat houten pad een heel eind kunnen komen. We zijn hier bij het strand zo'n beetje, het kijkduingebied. Mooi wel hoor. Ik denk als je daar boven bent, dat je dan je daar het strand ziet. Ik hoor de meeuwen. Ja, ik ook. Nou. Nou. We gaan. Ja. Kijk mij eens. Ik heb mijn helmpje op, mensen. Goed hè. Het is wel een mooi natuurgebied. Hè? Mooi natuurgebied.
Kijk, dat is de zee. En de meeuwtjes maken alweer ruzie. Kijk, een geitje met een helm. Heel mooi gebied. En kijk, en daar is Almasao de Pera. Prachtig hoor. Nou, we zijn zo'n beetje in Albufeira. We zijn een beetje aan de rand, maar hier is de jachthaven. En er liggen mooie bootjes bij. Sorry voor het lawaai. Dan komen wij hier langs. Langs een restaurantje. Oh, dure koffie. 3,50. Hallo schat. Hallo lieve. Wat is dit voor muziek schat? Van Clapton. Ons liedje hè? Ja, dat is ons liedje. Ja. Kijk, de roltrap. Kijk wat even de roltrap. Nou, we staan op de roltrap.
Greetje krijgt even een massage van de buurvrouw. Dat is een Franse buurvrouw. Ze heeft, het is haar in haar nek geschoten. Ja, vanmorgen. Even la pomade. Vous avez pas de la pomade? La crème? Oui. Nou, waar zitten wij weer? In de sushi. Kijk, een sushi bar. Maar er komen nog dingen. Ja, het wordt al vol. Deze kinderen ons twee. Ja. Nou, we zitten hier even heerlijk sushi te eten met ons tweetjes. Het weer is wat bewolkt vandaag. Beetje frisjes ook. Wij dachten nou, wij gaan ons even lekker warm eten. Heerlijk. Het is vandaag een minder mooie dag. Qua weer. Maar we gaan eventjes lopend naar het dorp. En Erwin heeft zich even... vandaag even in het blauw gestoken. Ons modepopje. Wij gaan vandaag lunchen bij Steve en Lucy. Met nog wat andere mensen. Hallo. Iedereen neemt wat mee. Gewoon gezellig. Het is een beetje winderig, helaas. Maar... You're looking on your iPhone? My iPhone is happening. The flying Dutchman? Nee, sorry voor de wind. Hallo, gaan jullie ook nog wat inschenken? No, we are toasting. Erwin blijft altijd hardnekkig Nederlands praten. Einschenken en dan gaan we volgen. Das ist eine Notstand. Der Alkohol ist regelmäßig. Es ist schon nach 12. Wird schon nervös. Moment. Wir sind alle Lucy und Steve und Stuart. Moment. Und Petra. And we are not ready. Wait. Cheers. Cheers. Happy New Year. Happy New Year. Alle schöne Weihnachten. Genau, Weihnachten. Schöne Weihnachten. Yes, tomato. We staan. Lekkere soep. Kijk eens, we hebben weer een rijk gevulde tafel. Die vrienden van ons die leggen ons wel in de watten. Smaakt het, Greetje? Heerlijk. Het is zondag, onze laatste zondag op deze camperplaats. We gaan morgen vertrekken richting Sevilla. En kijk eens, het is nog weer een schitterende dag, dus we gaan er nog even lekker van genieten. Ik heb de was nog buiten. Die had ik gisteren gewassen, want het was een beetje eind van de dag, dus het was nog niet helemaal droog. Nou, dan zet Erwin vandaag de fietsen er weer op en... Dan komen de koekjes, mensen komen alweer langs. Nou, even weer lekker tapasjes kopen. Dus ik zal me daar eventjes mee bemoeien. Dus we gaan genieten van onze laatste dag. Neem op de rotonde de derde afslag naar N269 tot 1. Sla links af bij de rotonde. Neem de derde afslag. Nou, onze Lidl. En dan gaan wij die kant op. Neem de derde afslag. Onverharde weg. Aangekomen. Een heel mooi plekje.
En die is zijn pootjes even aan het instellen. Maar kijk eens, het is prachtig. Ik vind dit nog mooier dan aan de kust hoor. Schitterend is het hier. Weer een mooi plekje gevonden. Kijk, hier zijn we met de camper. We zijn even aan het wandelen. Het is hier zo stil. Het enige wat je hoort is een hondje. Het is hier echt prachtig. Nou ja, wie erop komt, komt erop, hè. Maar ze blijven wel gewoon op hun terrein, want ik sta hier open. Nou, we lopen hier even naar het dorpje. En hoe heet het dorpje? Oude Leijten. En het is een beetje bevolkt. Nee, Oude Leijten. Ik vind het mooie natuur hier hoor. Ik kan niet anders zeggen. Nou, Gretje maakt even een mooie foto. Van het dorpje. Oude Leijten, maar het is heel bewolkt. En het pad is ook een beetje gravelachtig. Kijk, die man die gaat ook even jagen. Zo. Even wat dumpen. Oh nee, die gaat olijven plukken. Die heeft zo'n net bij de... Dan gaat hij, kijk, gaat hij naar een olijfboom. Gaat hij kijken of er wat aan zit. En dan gooit hij het net op de grond. Kijk, het zit nog vol met sinaasappels. Heerlijk hier. De een is wel rijper als de ander. Leuk. Als mij altijd zo in beeld staat. Nou, we gaan weer richting Almada Douro. Ja. Steile beweging hier. Steile beweging. Dit was hem weer voor deze week. Tot volgende week. Ik zou ze zeggen, duimpje, reacties, altijd welkom. En ik zou ze zeggen, tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei.